Sebastian is vanmorgen begonnen met uitspraak het publiek domein. Het is een feestje, dat vinden wij ook. Maar we missen wel een paar feestgangers. En dat is een van de punten waar ik het met u over wil hebben. En waar ik het ook over wil hebben is het panoramarecht. Een paar frappante voorbeelden. En tenslotte iets over de data die we hebben gekregen van veel instellingen. En dat dat niet alleen maar data is, maar ook een stuk emotie. Mag ik de volgende? Oh, ik kan op een knop drukken. Vooruit neem ik aan. Ja. Wikipedia is de uiteraard de encyclopedie. Die wordt gemaakt in Nederland door zo'n 1000 tot 1200 vrijwilligers, vrijwillige bewerkers die hun tijd daarin steken. Wereldwijd met een veel groter aantal. In Nederland is 1,9 miljoen pagina's, dat is de laatste stand. Wikimedia is de vereniging van bewerkers. Niet alle bewerkers zijn lid van Wikimedia, zo ongeveer 250 bewerkers. En het belangrijkste wat Wikimedia doet, is het ondersteunen van de bewerkers. Met financiën, soms moet er een boek aangeschaft worden, soms moet er een reis voor gemaakt worden. Of anderszins kosten voor gemaakt. En niet iedereen heeft daar het geld voor. En wij subsidiëren dat. En we wikkelen de bureaucratie met de internationale organisatie af. Begrotingen maken, beleid, et cetera. Wat wij niet doen, is de inhoud van Wikipedia bepalen. Dat doen de bewerkers zelf. Dus we krijgen af en toe een brief van €250... van een advocaat die zegt, mijn cliënt staat er verkeerd op. En dan zeggen wij, ja, dat is hartstikke vervelend. Jammer dat het ook zoveel geld heeft gekost, maar u moet niet bij ons zijn. Europees niveau, bij publiek domein als je het daarover hebt, op Europees niveau gaat het voornamelijk over auteursrecht binnen Europa. En de Europese parlement heeft een aantal voorstellen gekregen voor het herzien van het auteursrecht, dat is vanmiddag al een keer genoemd. En als je daar dan goed op let, dan zie je dat de grote uitgevers als Bertelsmann zijn in veel gevallen, hebben die een enorme vinger in de pap in het schrijven van de voorstellen. Het is voor ons misschien onvoorstelbaar, maar het is wel zo. We hebben nu een bureau in Brussel en dat bureau dat bewaakt de ontwikkeling van het auteursrecht en grijpt in, althans doet actie. Als dat de verkeerde kant op gaat. Ik geef u een frappant voorbeeld. Dat gaat over panoramavrijheid. Wie weet wat panoramavrijheid is? Dat is een lage score voor dit publiek, vind ik. Het is een heel grappig onderwerp. Als ik een foto van u neem, of van mijn vrouw, voor de Eiffeltoren, dan zou bij het oorspronkelijke voorstel van het panoramavrijheid of panoramarecht de eigenaar van in dit geval het Atomium in Brussel rechten op die foto kunnen doen gelden. En Wikipedianen hebben toen een actie gedaan. Die hebben een aantal van die foto's gemaakt om duidelijk te maken waar dat over ging. En toen hebben de Europese parlementsleden begrepen wat er aan de hand was. Dat voorstel is teruggegaan. En ik weet niet precies wat de laatste stand is, maar het is in ieder geval niet in zijn oorspronkelijke vorm aangenomen. Er is nog een andere vorm van ingreep die ontstaat als gevolg van de oorspronkelijke indeling van de beperking van panoramavrijheid of panoramarecht. En die komt uit een hele merkwaardige hoek en dat is de auto-industrie. Kunt u me raden? Ja? Ik zal u een hint geven. Zelfrijdende auto's. Wat hebben die met panoramarecht te maken? Een zelfrijdende auto scant voortdurend zijn omgeving. En is dus voortdurend bezig met het panoramarecht. En als dat feest was doorgegaan dat de uitgevers of de eigenaren van het Atomium rechten konden doen gelden op... Nou, dat sloeg als een bom in. En de Duitse auto-industrie is nu behoorlijk bezig om daar stelling tegen te nemen. Een tweede ding is, waarom we feestgangers missen, is de wet op het hergebruik van overheidsinformatie. Dat gaat over alle informatie
van instellingen met een publieke taak. Dat gaat niet vanzelf. Het is dus door de gemeenschap betaalde informatie en die moet tegen de minimale kosten, de overdrachtskosten aan de aanvrager, moet die beschikbaar worden gesteld volgens de wet voor het hergebruik van overheidsinformatie. En een beroemd voorbeeld in onze wereld is het grid van Rijkswaterstaat. Het is het hele wegenplan van Rijkswaterstaat. Onze broeders en zusters van de OpenStreetMap, die kregen nul op het request toen zij vroegen om het NL-grid aan Rijkswaterstaat. Terwijl het NL-grid volledig voldoet aan de regels van de wet hergebruik overheidsinformatie. Die zijn, nou is een van de manco's van die wet is dat er geen opvolging is, geen handhaving op zit. Dus als je ergens tegenaan loopt en een partij weigert, dan moet je naar de rechter. Nou, wij van Wikipedia, wij willen niet naar de rechter en op die manier ruzies beslechten. Dat is onze stijl niet. Dat is ook niet waar we sterk in zijn. Maar OSM, onze broeders en zusters van OSM, die hebben dat wel gedaan. En Rijkswaterstaat had 9 argumenten. Zijn er 8 door de rechter van tafel geveegd. En van de 9e heeft hij gezegd, ja, dat mogen zo zijn, maar dat vind ik geen reden om het tegen te houden. Daarna is ook de minister overstag gegaan en heeft dat grid vrijgegeven. Ander voorbeeld zijn natuurfilmpjes van Staatsbosbeheer. De boswachters maken filmpjes van dieren. En als wij toen vragen aan Staatsbosbeheer, mogen we die gebruiken in artikelen? Dan kon dat niet, want dat waren boswachters en die deden dat in hun vrije tijd. En daar was bla bla bla. Nou staat er in de arbeidsvoorwaarden van de overheid dat ook al doe je dat in de vrije tijd, dan is het resultaat toch eigendom van de overheid. Maar dat was kennelijk bij Staatsbosbeheer nog niet bekend. Musea, archieven van gemeenten, provincies. Dadelijk hou ik op met deze somberheid. En dan laat ik u wat triomfen zien die we met z'n allen hebben bereikt. Je ziet dat provinciale archieven de ene provincie gul is en die zegt, nou, wet hergebruik overheidsinformatie, werken wij graag mee, dank u wel. En andere provincies, daarvan zegt het archief, nee, doen we niet, mij niet bekend, et cetera. Maar er is geen handhaving geregeld, dus je moet het toch met overleg doen en we willen niet graag naar de rechter. Maar we hebben wel een hele serie donateurs van het publiek domein. En ik wou even korte quiz doen om u te laten raden hoeveel beelden dat zijn. Al deze instellingen hebben aan ons geleverd. Het gaat om een aantal duizenden beelden. Die beelden die moeten geconverteerd worden en geüpload. En daarna moeten ze van tags worden voorzien om ze herkenbaar te maken en opzoekbaar te maken, et cetera. Nou, Vera, ik heb Vera vanmiddag gevraagd, maak eens een schatting. En die had het over 6000 beelden in 2 maanden ongeveer. En dat is dan nog hard werk. Moet u straks even die 6000 beelden in uw gedachten houden en dat delen door het aantal wat we hebben gekregen. Goed, dus nu de vraag. Wie gaat er voor 10.000 beelden? Meer of minder? Meer. Wie gaat er voor 20.000 beelden? 30.000. 40.000. Nou, het zijn er 47.000. 47.000 beelden, dus dat gedeelte 6, dan zijn we wel even bezig. Maar we zijn hier hartstikke blij mee. We zijn ook apetrots dat we het allemaal hebben gekregen. En ik wil u straks laten zien wat dat voor mensen kan betekenen. Dit is het register van het vrouwenkamp in Chideng, Batavia. In 1942 hebben de Jappen alle vrouwen, ik weet niet of het over heel Java was, maar of alleen maar over Batavia, in het vrouwenkamp Chideng gezet. Daar is een administratie van bijgehouden. Het merkwaardig is dat ik wist dat die registers bestonden en dat waren prachtige vooroorlogse of middenoorlogse gekrulde handschriften met de namen. Ik kan het nergens meer vinden, maar het is wel een uitgetypte lijst gekomen. Dus
Ik weet niet hoe dat komt. Dat is een van de raadsels. En dan kun je natuurlijk vragen, wat moet je ermee? Nou, die blauwe, Peter Bruin, dat is mijn moeder. En die drie, dat is mijn oudste broer. Die is op 3-jarige leeftijd kamp ingegaan. Gerard is nu 78, pakweg. En dus dat is voor mij was dat bijzonder om dat te ontdekken. Ik had de verhalen wel gehoord, maar ik had er nooit iets tastbaars van gezien. En wat ik daarmee probeer te zeggen is dat publiek domein gaat om meer dan data. Een tweede vraag. U bent natuurlijk slim publiek, dus ik moet hem zo inkleden dat het antwoord niet in de vraag zit. Het Rode Kruis ziekenhuis, is dat het derde of het vierde ziekenhuis? Tweede of het eerste? Tweede, heel goed. Ja. Dit is het gebied vanaf de Hanenburglaan. Daar staan nog naoorlogse flats. En daarachter zit de oude bomenbuurt. En dus vanaf de Hanenburglaan tot aan de duinen, het was sperrgebied, is helemaal tegen de vlakte gegaan. Dit is een foto van die vlakte. Waarom hebben ze dat gedaan? Dit is het oude Rode Kruis ziekenhuis van voor de oorlog. Totaal afgebroken. Op die plek staat nu een tweede. Nee, dat tegenover. Dat tegenover, Ja. Ja, ik word... Gemeente Archief Den Haag. Oké, okay, ja, ik... Betrapt. Ja. En waarom deden ze dat? Men was bang voor een invasie over de stranden door de duinen naar de stad. En men heeft dat gebied, dat liep tot in Leiden en volgens mij nog verder, dwars door Den Haag, Klingendaal. En daar heeft men een tankgracht aan gelegd. En dit is een tankgracht. Dit is een tankgracht in het Haagse Bos, maar die liep ook voor of achter, als ik het goed moet doen, moet zeggen het oude Rode Kruis ziekenhuis, althans de wijk en het gebied wat is plat gegooid. In die tankgracht die daar liep, heb ik nog met een bootje gespeeld. Want dat was prima, dat was avontuurlijk. Je werd door niemand lastiggevallen. Dan kon je leuk spelen totdat je op je kop kreeg van een politieagent. Want die vond dat wel gevaarlijk, maar ik zag het toen niet. Nou zijn er behalve de voorbeelden die ik heb gegeven van Rijkswaterstaat en van Staatsbosbeheer. Dus er zijn nog talloze voorbeelden te geven. Bijvoorbeeld wat ik al zei dat provinciale archieven de een wel goed meewerkt en de ander niet. Een ander voorbeeld wat Hanno Lans aandroeg is dat sinds kort er een copyright heerst, is gevestigd op de... perspresentaties van onze minister-president Mark Rutte. Terwijl Poetin dat niet heeft gedaan. Dus wij hebben het gevoel, en een stevig gevoel, dat er niet alle feestgangers even hard meewerken aan een publiek domein. En we hebben eerder het gevoel dat door steeds kleine stukjes te beperken, waaronder het copyright op de perspresentaties van Rutte, dat publiek domein wordt ingekrompen, terwijl de wet van hergebruikt overheidsinformatie, zoals ik hem lees, ik ben geen jurist, ik kan straks ook geen specifieke juridische vragen beantwoorden, zou die er wel onder moeten vallen. Dus wat ik graag zou willen is help ons en help u zelf om het publiek domein zo groot mogelijk te houden en te knokken tegen die inkrimping ervan. Dank u wel.